Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV. Vandaag spelen we opnieuw Cities Skylines. We waren al bezig met een klein dorpje, een heel klein dorpje zelfs. Dit is niet eens een dorpje. Het is een strip woningen aan de snelweg momenteel met een kleine industrie. Waar de mensen die hier wonen dan kunnen werken en hun spulletjes weg kunnen brengen. Wat wij vandaag eigenlijk willen doen is kijken naar het uitbreiden hiervan en het levelen van ons kleine dorpje. Want als wij levelen, dan kunnen wij uiteindelijk meer dingen doen. Zoals bijvoorbeeld unieke gebouwen. We kunnen nog geen unieke gebouwen. We kunnen al wel healthcare. En we hebben als het goed is al een kliniek. Ja, die hadden we al een keer gebouwd. Fantastisch. Water en stroom is op dit moment ook geheel voorzienend. We hebben hier een klein stukje wat nog eventjes ingevuld moet worden, zodat deze ook connect met deze. Maar dat komt allemaal wel. We hebben een garbage dump. We kunnen nog coal power plants maken. We hebben hier van alles voor water. En ook garbage wordt geregeld op dit moment. Education. We hebben ook een basisschooltje. Dus mensen kunnen gaan leren bij ons. Als we nou even kijken naar ons loon. Ja, we kunnen nu inderdaad een lening nemen van 20.000. En dan hebben we een terugbetaal rente van 5%, dat kost ons wekelijks 403, is op dit moment niet echt lucratief. Nee, laten we dat op dit moment maar niet gaan doen, maar we kunnen wel even kijken naar taxes. En dit is dus heel erg interessant, je kunt dus je belasting aanpassen. Laten we de belasting tijdelijk op 11% zetten. Ik vind dat zelf een heel erg gemoedelijk bedrag, 11%. Schiet onze winst wel mee de lucht in. En dat is wel eventjes heel fijn, dat we wat meer winst maken. We hebben hier een kleine gemeenschap met flink veel lawaai. Laten we even kijken, hoe hadden we dit ook alweer ingeleverd? Ja, dit mag dan ook nog commercial zijn voor het geval dat we meer commercial nodig hebben. Maar wat we eerst nodig hebben is meer residential. Veel meer. We hebben een plek nodig om onze mensen te laten wonen. Dus laten we daar weer naar gaan kijken. Ik denk dat ik deze leeg wil houden trouwens. Inclusief, even zien of we de marquee tool pakken. Dit stukje. Zo, dan kan dit kan mooi leeg blijven. Wat we uiteindelijk willen is een snelwegverbinding naar hier. Maar daar hebben we deze landtegel voor nodig. En landtegels kunnen we helaas nog niet kopen. We zijn wel op zoek naar de volgende milestone. Population van 900. En dan kunnen we wel een milestone. Of tenminste een nieuw gebied kopen. Dus dat is misschien wel interessant. Dit is wel een heel dicht bebost gebied. Daar kunnen we misschien wel wat mee. Maar voor nu denk ik dat we toch eerst de snelweg en ook vooral over de snelweg willen hebben. Zodat wij hier industrie kunnen opzetten en hier de stad kunnen gaan uitbouwen. Zodat die twee verkeersstromen elkaar niet tegenkomen. Ik denk dat dat het gemakkelijkst is. Goed, laten we bezig gaan met het uitbreiden hiervan. We spelen op dit moment nog even op lage snelheid. We kunnen wel even omhoog krikken. Voor nu, zodat we wat geld hebben straks in de bank. Dat is zeker niet verkeerd. Ik denk dat we hier een mooi aftakking kunnen maken. Nee, niet echt. Dan moeten we gebouwen gaan slopen. Hier tussendoor misschien. Is dit een optie? Nee, moeten we ook sowieso twee gebouwen slopen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Residential willen we juist een beetje behouden. Hier in het midden. We kunnen hier natuurlijk een weg doorheen steken. Dat kost ons dan twee huizen. Oh, in dit geval drie. Kan ik hem ook vanaf hier trekken, dat het allemaal twee huizen kost? Ja. Zo. En dan maken wij hier gewoon wat nieuwe residential van. Ik denk dat dat zeker niet verkeerd is om te doen. Huppa. Kijk. Huizen worden gebouwd alsof het niets is. Ze springen uit de grond. Helemaal geweldig. Ik denk dat wij dan toch hier... Willen we hier een driesprong van maken of niet? Dat is even de vraag. We willen ook niet al te dicht hierbij, want deze geven nogal wat noise pollution. Even kijken. Als we hier naar onze info kijken en dan naar geluid. Kijk, mensen willen eigenlijk liever niet in deze straal wonen. En eigenlijk hier ook niet zo, want commercial is ook best luid van zichzelf en industrial helemaal. Dan heb je noise pollution, maar ook gewone pollution. We zijn er trouwens al. We hebben hem al gehaald. Super nice. Laten we dan inderdaad beginnen met het kopen van deze landtegel. Dat kost ons 4.200 bij deze verkocht. Kijk eens aan. Dan kunnen we industrie voornamelijk aan die kant gaan houden. Dit is allemaal bosgebied. Ik denk dat wij wel een bosindustrie kunnen maken en hier een kleine farmindustrie. En hier kunnen we ook eventueel ores gaan doen. Ores, gewoon als erts, kunnen we hier een kleine industrie van maken. Je ziet aan deze legenda hier, zie je dus
wat er allemaal beschikbaar is op ons land. En het zijn er nogal wat. Het zijn nogal wat dingen die beschikbaar zijn bij ons. Ik denk dat we dan inderdaad hier een aftakking willen maken van de snelweg. Maar laten we eerst meer huizen gaan bouwen. Ik denk dat dat bij ons wat voorkeur heeft. Het kleine dorpje hier. Ik denk ook niet dat we dit heel veel uit gaan breiden. Ik denk niet dat we hier een high residential van maken. Dit worden gewoon allemaal kleine dorpjes. Deze industrie gaat laten verhuizen als daar ruimte voor komt. Voor nu is het wel even prima. We krijgen ook wat unieke gebouwen erbij. Zoals bijvoorbeeld fire safety. Is zeker niet verkeerd om te hebben. Daarvoor wil ik best een huis riskeren. Om hier wat fire safety neer te zetten. En ook in ons huidige industriegebied is dat niet onbelangrijk. Even kijken. Dan hebben we ook nog politie. Nou, politiestation, dat doet al heel veel dingen. Laten we deze hier neerzetten. Zo. Dan zijn de inwoners ook veilig. En ook een deel van de industrie is daarmee veilig. Maar industrie is niet echt heel erg interessant wat dat betreft. We zitten nu wel even in geldnood. Dus het lijkt me niet verkeerd om hier wat leningen aan te tikken. Neem deze maar. 20.000 is voor nu wel even genoeg. We hebben het alleen nodig om meer huizen aan te schaffen. Dus we pakken de curvy tool. We gaan verder met tweebaanswegen. En laten we vanaf hier inderdaad even een weggetje trekken. Zo, hier langs. Dan hier langs. We gaan gewoon om dit winkelcentrum heen. En we maken er een mooie weg van. Huppa. Mooie, rare weg. En die gaat dan hier weer dwars door een stukje van dit winkelcentrum heen. Zo, kijk eens aan. Dit kunnen we eigenlijk eens geheel opvullen met residential. Dus we pakken de borstel erbij. Dit mag nog wel een winkeltje blijven. Zo, en dit mag eventueel ook een klein winkeltje worden. Maar dit wordt allemaal residential. Zo, vlak aan het winkelcentrum. Maar niet echt dat je er kunt en wilt wonen eigenlijk. Maar vooruit. Je kunt niet iedereen tevreden houden. Dat is iets wat je als allereerste uit je hoofd moet zetten. Je kunt echt niet iedereen tevreden houden in dit spel. Er zullen altijd mensen zijn die blijven klagen over geluidsoverlast en dat soort dingen. Dit mag ook allemaal ingevuld worden. Dat, als dat dan levelt, dan pakt hij alle vakjes mee. Hier hetzelfde. Dit mag allemaal ingevuld worden. Zo, ook dat vakje en dat vakje. Elke keer als je een weg plaatst, dan moet je er rekening mee houden dat bepaalde vakjes uitgekleurd kunnen worden. Dit ziet er allemaal best keurig uit. Denk dat wij dan onze industrie binnenkort... Oh, we hebben een powertekort, zie ik. Ja, we hebben zeker een powertekort. Vooral jullie op dit moment. Zo, jullie mogen hier wel eentje... Kan die niet hier staan? Ja, kijk, daar verdient hij net iets meer stroom. Zo, en hier is toch aan de snelweg. Kan mij het schelen? Dat interesseert me echt helemaal geen ruk. Hier moeten we echter een beetje oppassen gezien het feit dat hier dus inderdaad die mensen willen wonen. Later kunnen we deze Advanced Wind Turbines, die kun je op het water zetten. En nou, die zijn echt fantastisch, die zitten niemand in de weg. Coal Power Plant zou voor nu echter ook een hele goede optie zijn, maar die zijn wat prijzig. Die zijn zeker wat prijzig. Als we die hier nou neerzetten, ergens in de buurt. Alleen dan hebben we 19.000 nodig en ze geven veel pollution. Maar wel een vast inkomen van water availability. Ons water trouwens, of tenminste, ik zei water, ik bedoel uiteraard stroom. Ons water zit goed, dat wel, dat is lekker. We moeten echter onze pipes een beetje uitbreiden voor deze mensen. Laten we de pipe gewoon... Oh, dat kost... A space already occupied. Oké, dat is het. We doen gewoon zo. En dan zo. En dan sluiten we hem hier weer aan. Kijk, keurig. Ding. Ik vind dat een fantastisch geluid. Goed, ding. Ja, het werkt weer. Oké. Hier komt onze afvoer uit, als het goed is. Ja, dus deze rivier zal uiteindelijk best vervuild raken. Maar deze bassin wordt eigenlijk... dit meertje, dat wordt eigenlijk onze bron van vers water. Uiteraard kunnen we later ook nog... hoe heten die dingen ook alweer? We kunnen uiteraard later een... watertoren ergens neerzetten als het nodig is. Maar voor nu is dit prima. Deze powerlines mogen weg. Die hebben we niet nodig. Het is al geconnect met elkaar. Dan hebben we hier iets meer speelruimte. Fantastisch. Onze vraag naar industrie komt wel langzaam omhoog. Dus laten we daar wel rekening mee houden. En laten we dit ook uitbreiden. Laten we dit doen vanaf de rotonde met een vierbaansweg. Ja, ik denk dat dat de kortste klap is. Zo. En dan hier langs. Ik denk dat we dit een klein beetje
we toch wat vrij willen houden. We zitten nu alweer door ons geld heen, jongens. Misschien moeten we toch die lening van 60.000 erbij pakken. Het kost ons wat geld, maar dan kunnen we ook weer geld verdienen. Dus het is een beetje dubbel, maar hey, zolang het werkt, ik vind alles prima. Dit een beetje zo en een beetje zo. Ik denk dat we hier dan inderdaad ons grote centrum willen hebben uiteindelijk. Voor nu is deze weg wel even voldoende. We gaan niks aan deze weg bouwen, maar ik wil gewoon de weg er even in hebben. Electricity zit ook wel goed. We kunnen hier nog wat commercial bouwen, mocht daar vraag voor zijn. Er is een klein beetje vraag voor commercial zone. En industry en offices wordt langzaam ook gebouwd. We kunnen nu alvast de coal power plant neerzetten. Plop. Dan is alles ook maar weer connected. Iemand op Twitter heeft daar vast iets heel stoms over gezegd. The smell of burning fossil fuel in the morning. Nou, kijk eens aan. Hoe een politieke statement wil je maken? Coal power plant zorgt ervoor dat we wel een lange tijd heel veel energie hebben. Deze windmolens die zullen het ook nog wel even doen. En uiteindelijk willen we natuurlijk voor een optie gaan zonder al te veel pollution. Maar ja, in het begin heb je daar gewoon mee te maken. De vraag naar commercial gaat echter wel omhoog. Deze kunnen we weer trouwens omhoog zetten. Dat vergeet ik elke keer als je het milestone paneel in je gezicht krijgt. We gaan trouwens de lucht in. We zijn al bijna een tiny town. Dan krijgen we parks, recreation, high school. Dat is ook fantastisch. Een high school, dat zorgt ervoor dat onze werkers slimmer worden. Even kijken of we het klaverblad al hebben geunlocked. Nog niet. Als wij het klaverblad, Cloverleaf Intersection, hebben geunlocked, hebben we 2400 man voor nodig, kunnen we deze gaan vervangen voor een klaverblad. Zodat we hier wat beter verkeer kunnen regelen. En dan hier inderdaad een grote boomindustrie, hier een farmingindustrie en misschien hier nog een stukje oorindustrie kunnen opzetten. Je kunt het ook zien aan de kleur van het gras. Oorindustrie kan eventueel trouwens hier gewoon direct van de snelweg af. Is geen slecht idee. Zullen we eens kijken of we dat kunnen doen? Hebben we al highways, freeways? Nee, nog niet. Dan zouden we echt hier een aftakking van de snelweg moeten maken. En ik weet niet hoe goed dat gaat, zeg maar. Dan komen hier wel stoplichten waarschijnlijk. Zullen we eens kijken wat er gebeurt? Ja, dan komt hier een... Nee, geen stoplicht. Oké, geen stoplicht. Dat is... Oh, kijk, we zijn er alweer. High school is geunlocked en parks en recreation. Fantastisch. Gaan we allemaal wel iets te snel, dus laten we dit eventjes zachtjes doen, zeg maar. Ore industry, dat heeft te maken met districts. En districts kan ik, als het goed is, nou wel unlocken. Yes! Districts, jongens. Dit is echt fantastisch. Mensen kunnen nu maar vanaf één kant hier erop, trouwens. Dan moeten ze echt over onze rotonde en dan weer terug. Het is niet ideaal, maar als we freeways krijgen, dan zullen we dit wel aanpassen. Nee, voor nu doen we het gewoon even zo. Districts echter zijn wel super interessant. Even kijken. Je kan zeg maar dit doen. Gewoon eventjes eroverheen borstelen. Zo. Nu is dit een district. En hiervoor kun je ook bepaalde wetten kun je in gang zetten. Nou, dit wordt dan het standaard. Staat nu Sycamore Square. Nou, dat vind ik natuurlijk niet echt een geweldige naam. En dit wordt onze tijdelijke industrie, dat is Walnut Heights. Vind ik ook niet echt geweldig. Laten we eens even kijken naar onze natural resources. Ja, hier is niet echt iets. Hier wel, dit is farming gebied. Maar waar we nu onze industrie hebben staan, daar is eigenlijk niks. Dus we hoeven daar niet een bepaald district van te maken. Zoals olie of farming of bebossing. Dit is gewoon generic industry. Wat we wel kunnen doen is dit even een naam geven. En hiervoor zijn jullie weer echt heel handig. Ik noem dit nu gewoon, hoe zullen we het noemen? De Efteling. Zo, dit is de Efteling. En je kunt hier dus komen en dan kun je hier gezellig in de achtbaan of zo. Ik heb geen flauw idee wat hier allemaal gebeurt. Maar dit is de Efteling. Ik heb ook hiervoor, voor Sycamore Square, dit is eigenlijk Creamy Town, zeg maar. Dit is het kleine gedeelte Creamy Town. Maar we hebben ook betere namen nodig. Dus als jullie een goede naam kunnen verzinnen voor een dorpje, zoals dit kleine stukje, zeg maar, dit kleine dorpje voordat de grote stad daar gebouwd wordt, dit is dan Creamy Town op dit moment. Maar we hebben meer namen nodig. Dus laat me wat weten als je een goede naam hebt voor een bepaald gedeelte. Bijvoorbeeld dit stukje bosindustrie wil ik een goede naam voor hebben. En hier ook voor het farming gedeelte straks. Over industrie gesproken,
Ik heb net weer een milestone gehaald. Nee, we kunnen deze nog niet. Hier een small roundabout van maken is ook niet echt een goed idee. Ik wil echt highways hebben voordat we dat kunnen doen. En dan hebben we 240 inwoners nodig. Wat hebben wij? We hebben een grote vraag naar commercial. Dus laten we eens even kijken. Onze commercial zone is inderdaad niet geweldig groot. Zullen we hier een winkelstraat aan toevoegen? Lijkt mij niet onverstandig. Pak hier een tweebaansweg. We doen hem even... ja, we kunnen wel curvy doen trouwens. Tweebaansweg vanaf hier, zo. En dan hier een winkelstraat. Zo, en dan hier... Huppa. En dat moet dan weer hier ergens vast komen te zitten aan de rest van de wijk. Plop. Keurig. Zones. Commercial. We pleuren hier een hele hoop winkels in, zodat iedereen zijn broodje frikandel kan halen. En zijn nieuwe kleertjes. En dat soort ongein. Dit mag wel een winkeltje worden. Zo. Huppa. Kijk, fantastisch. En de rest willen we dan weer opvullen, wat hier mis is gegaan met residential. Zodat deze huizen maximale grootte kunnen bereiken. We hebben ook residential... demand. Ofwel, we hebben mensen die nog geen huis hebben die hier wel heel graag willen wonen. Dus laten wij hun een wijkje geven. Dat kan op zich hier wel doorheen. Zo. Hier een heel klein woonwijkje. Ja, echt een heel klein rot woonwijkje. Waar eigenlijk niemand wil wonen, maar ja, toch zetten ze hier maar wat huizen neer. Gewoon voor het geval dat. Wat we nu echter ook kunnen doen is parks en recreation. En dit is echt fantastisch. Je kunt dus parken maken. En we krijgen ook unique buildings. Unique buildings zoals de Statue of Wealth. Oké. We hebben hier ook... Even zien. Industrial zone. Hoe heb je daarvoor nodig? Hiervoor heb je... Average citizen health under 20%. Oké. Dus dat is als we slechte health hebben. Ik denk niet dat we dat redden zonder dat we onze... Medical center uitzetten. En is dat iets wat we willen? Dat is even de vraag. Willen we deze uitzetten? Gewoon om die... Eigenlijk wil ik ze wel allemaal hebben. Als we deze offzetten, scheelt ons wel weer een hele hoop geld. Average health wordt dan wel heel slecht. Nou, weet je wat? Dat doen we wel richting het einde van het spel. Voor nu in ieder geval... Plaza of the Dead. Daarvoor hebben we natuurlijk een graf... een kerkhof nodig. Met allemaal graven, maar die kunnen we nog niet. Dat is ook bij 240. Dit is pas bij 16.000, een crematorium. Hetzelfde als een groot ziekenhuis. Dat is pas bij 4.800 citizens. Wauw. Een high school, trouwens, hadden we het net over. Kunnen we inmiddels bouwen. Dus laten we deze hier in het winkelcentrum zetten. De meeste mensen kunnen erbij. Iedereen is blij. Kijk eens aan, fantastisch. Deze vakjes zijn nog wel goed ingekleurd. Ja, kijk, er komen hier wat kleine winkeltjes omheen. Prima. We hebben hier water nodig, jongens. Dat is ook iets wat we constant vergeten. Hoppa, hier, zo. We willen hier ook een beetje water hebben. Hoppa. Dit is allemaal ingevuld. Willen we deze laten joinen hier? Eigenlijk wel. Zo, kijk, fantastisch. Creamy Town ietsje uitgebreid. We moeten het district dan natuurlijk ook even iets uitbreiden. Zo. Huppa. Nou, willen wij ook een bepaalde wet hebben voor Creamy Town? Wat dacht je van... dit zijn city policies. We kunnen nog niet district policies volgens mij. Of wel. Power usage. Oh, dat is voor de hele stad. Oké, dat is voor de hele stad. Dat gaat wel iets te hard. Water usage. Oké, smoke, pet ban, smoking ban. Oké. Slightly increased health, slightly decreased happiness. Oké, dat hoeft niet. Increases decoration budget. Oké. Je hebt wel allemaal leuke dingen die je kunt toevoegen aan je districts. Even zien. Kunnen wij ook... Als we het hier doen... policies. Ja, kijk, we kunnen dus wel... district policies Creamy Town. Je kunt dus per gedeelte kun je dus inderdaad bepaalde wetten opstellen. Dus dat is wel handig. Kun je echt een beetje micromanagen. Wat willen wij hier eigenlijk mee doen met dit gedeelte? Wij willen hier wel wat parken neerzetten. Zodat de mensen inderdaad... Bijvoorbeeld deze small park kost $8. Simoleons heet het volgens mij. Deze waarde, maar deze small park... Of zullen we small playground? Echt een leuk speeltuintje. Leuk speeltuintje voor de kinders.
Ja. Ik denk dat we deze hier wel ergens kwijt kunnen. Oh, hier. Hier, dit is een prachtig plekje. Voor een kleine speeltuin. Kijk, deze mensen worden nu best wel blij dat er een speeltuin in de buurt is. Even kijken. Plaza with trees. Dat is wat meer voor in de stad, hè? Een plaza. Dat is... wat dacht je van? Een park. Een park met heel veel bomen. Ja. Ik denk dat dat niet verkeerd is. Als we nou het park hier in de winkelstraat neerzetten... Of hier... Nou, we willen wel deze woonwijk eigenlijk meenemen. Dat is het punt. Space already occupied. Oké. Okay. Oh, dat komt door het medische centrum hier. Of iets dergelijks. Ik heb daar wat staan. Ik weet niet meer wat precies. Dit park is eigenlijk wat te groot. Kom ik net achter. Is hier misschien... hier kan er wel eentje. Maar dat is ook weer hetzelfde verhaal. Dat wordt heel weinig benut dan. Hier. Denk ik dat dit de kortste klap is. Een prachtig mooi groot park. Met bomen. Worden mensen wat vrolijker van. Kunnen ze wat beter hun huizen levelen. Want mensen die dus in de buurt van een park wonen. Die hebben al snel zoiets van, oké, ik moet mijn huis upgraden. Ik weet niet waarom, maar dat is in één keer... Kijk, je ziet al die groene pijltjes af en toe. Als ik het zo wat sneller zet, dan zul je het wat meer zien waarschijnlijk. Maar die mensen die hebben nu zoiets van, oké, dus we kunnen ook... we kunnen dus ook ervoor zorgen dat onze huizen er beter uitkomen te zien. Laten we dat maar doen dan. Deze bijvoorbeeld ook, Japanese Garden. Deze is heel klein, deze kan wel ergens staan. Wat dacht je van, hier... Jouw huis gaat eraan. Je krijgt het. Kijk, deze huizen zijn nu al helemaal blauw. Die zijn klaar om te upgraden. Even kijken. Oeh, hier staat iets in de fik. Hier staat iets in de fik. Maar de brandweer is al in de buurt. Kijk, dat gaat heel snel. Dat gaat heel snel. Kijk eens aan. De brandweer was er op tijd bij om de dag te redden. Helemaal fantastisch. Zitten wij hier nou telkens met een waterprobleempje? Of is dat wat anders, dit icoontje? Not enough educated workers. Oké, we hebben nog geen high school medewerkers die genoeg zijn afgestudeerd om daar te gaan werken. Dat is natuurlijk ook iets. We hebben weer een gigantische demand voor residential. Dus ik denk dat wij gaan uitbreiden aan de andere kant van de stad. Ik denk dat we hier inderdaad een leuk iets willen gaan bouwen. Ik denk dat het niet verkeerd is om gewoon helemaal tot hier een weg te trekken. Tweebaans weg. En dan rond te komen. En hier inderdaad allemaal leuke kronkels gaan toevoegen. We kunnen uiteraard zo vanaf hier. Kijk, dit zijn ze. Dit zijn de leuke intersections. Het lijkt wel een beetje op een pretzel. Op een krakeling, zoals dat ook wel in het Nederlands genoemd wordt. Maar ik vind het woord pretzel vind ik zoveel mooier. Oké, dit wordt echt... Dit wordt een hele lange straat hier langs de kust. De Zeeuwse kust. Hoppa. Dit wordt dan een nieuw gedeelte van de stad. Hier komen heel veel residential huizen. En deze willen we uiteindelijk weer hier aan vast hebben. En dan hier tussendoor kunnen we allemaal leuke weggetjes gaan maken. Allemaal aftakkingen hiervan. Zo, dit wordt echt een groot gedeelte van de stad. En binnenkort zullen we ook zien dat we veel meer industrie nodig hebben. Zo. Hoppa. Hoppa. En doe maar hier aan vast. Zo, we kunnen dan met een van deze kunnen we hier dan tussendoor een weggetje doen. Zodat alle ruimte benut wordt. Hier kunnen we eventueel een park aanleggen. Of willen we hier toch liever... Ja, eigenlijk willen we wel gewoon hier een weg van maken. Doe maar gewoon zo. Nu al gek genoeg. Huppa. Kijk, dat is op zich niet verkeerd. Willen we dat hij vast komt te zitten aan het... Ja, eigenlijk wel, hè. Eigenlijk willen we dat hij hier gewoon vast komt te zitten. Zo. Deze kan echter wel een heel mooi regeltje maken. Zo, hier naartoe. Of, ja. Zo, dat is op zich prima. Niet te dicht bij de industrie, want het gaat enorm stinken uiteraard. En dit wordt dus voornamelijk residential. Dat we hier tweebaanswegen gebruiken, dat klopt inderdaad. Want residential gebied heeft niet zoveel, zoveel verkeer. Dus heb je niet zoveel nodig. Qua wegen. Willen we deze helemaal raar laten lopen? Een cirkeltje ervan maken. Een beetje Grove Street-achtig. Kijk, dat is op zich wel oké. Dat is wel cool. En dan vanaf hier weer een aftakking. Zo. Hoppa. 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 En hier. En deze mag dan zo. Dit wordt een rare straat. Een cirkelstraat. Maar dan wel weer vanaf hier. Oh.
Dat kan dan weer net niet. Oké. Dan doen we hem toch vanaf hier. Prima. Geen gezeik, geen gezeur. Dan vullen we dit op. Vanaf hier. Zo. Hier langs. Hoppa. En hier langs. En dan tenslotte maken we dit ook even vast. Via hier. Met een bochtje. Aan deze of deze? Dat is de vraag. Deze zeg ik. Oké. Okay. Dit is dus het stratenschema van dit dorpje. We zullen hier ook vast een district aan geven. Hoppa. District. We maken nog steeds winst, dus dat is mooi. Dit wordt dus een district. Die komen niet vast aan andere... Ja, wel een beetje eigenlijk. Deze zullen we in ieder geval hier zo wat een beetje uitzonen. Huppakee. En deze, dit heet op dit moment Poplar District. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Jullie moeten hier een hele mooie naam voor verzinnen. Dit district, wat gaat het heten? Wat gaat het worden? En dit wordt voornamelijk inderdaad woningen. En als we klaar zijn met de woningen. We willen hier natuurlijk wel stroom hebben. Dus we moeten even kijken hoe we dat het beste gaan aanpakken. Dus we deze weg eerst doen. Zo. En dan hier gewoon een stroomkabel tussen trekken. Ik denk dat dat niet verkeerd is. Tussen hier en hier. We zitten hier met heel veel gebouwen waar gewoon geen goede werknemers meer voor zijn. En we zitten nog wel goed wat energie betreft. Dus dat is oké. Water zullen we hier uiteindelijk heel veel nodig hebben. Dus laten we dit maar gewoon lekker doortrekken tot aan hier. Zo, en jij tot aan hier vastmaken. En dan gaan we dit gewoon heel erg technisch doen. Hoppa. Zo, tot aan hier. Dan doen we het echt op de manier die ik toen aangegeven heb met dat 440 trucje. Zo. Dan moet ik het wel goed doen. Zo. Jullie weten hem wellicht nog, als je van 480 naar 440 gaat en je gaat hier dan langs, dan heb je een perfecte coverage van alle huizen die je maar kunt bouwen. Zo, als we dat hier dan weer doen. 64. Kom op, een stukje terug. 440 en dan hier weer. Zo, kijk. Kijk. Fantastisch. Nou, dat is in ieder geval een heel gedeelte al... Oh, jij mag nog een keer. Zo, 44. Weet je wat? We maken hem gewoon af voor de rest van de stad. Hoppa. We maken hem gewoon lekker af. Deze mag dan ook iets langer voor het geval dat we hier iets aan de kust gaan bouwen. Zo. En deze hier, dit stukje erbij. Kijk, zo komen we er wel. En dit dan nog. Hoppa. Kom op. Ja, helemaal goed. En fantastisch. Nou, dat geeft voor nu wel even voldoende water voor de hele bende. Dit ziet er in ieder geval goed uit. Deze mag ook vast aan... Oh, die zit al vast, denk ik. Nee, zit nog niet vast. Mogen we wel vastmaken aan deze. Alhoewel, space already occupied. Dat wil je niet zien, denk ik. Oké. Okay. Deze dan maar vast aan die. Ja, kijk, fantastisch. Alles zit weer vast. Alles heeft water nu. En hier wordt gewoon, hier worden huisjes gebouwd alsof er geen morgen meer is. En daarbij krijgen we ook gelijk ruimte voor industrie. Dus we gaan heel gauw hier aan beginnen. Ik zie dat we deze ook al bijna hebben. Kunnen we hier een klaverblad van maken. En daarmee wil ik dan ook de aflevering afsluiten. Dit gaat in ieder geval helemaal de goede kant op. Hebben we dit alweer terugbetaald? PayNow, die kunnen we in ieder geval wel terugbetalen. Dat scheelt dus weer wat rente. Krijgen we wat extra geld binnen. We krijgen extra mensen nog binnen, alsof er geen morgen meer is. We willen hier natuurlijk wel en we zien vooral een brandweer, denk ik, dat niet verkeerd is. Firehouse. Dit is trouwens ook geheel onverzorgd. Ik denk dat we hier dan het beste de firehouse kunnen neerzetten. Voor de coverage. Dat ziet er al wat beter uit. Hier zou het beste nog eentje kunnen bij dit park, maar... Ja, zoveel geld hebben we helaas niet. Het kost hele smakken met geld. En ook healthcare zullen we hier dan een klein beetje moeten toevoegen. Alhoewel, dit zit nog wel aardig goed. Prima. We doen het er voor nu even zo mee. We kunnen natuurlijk ook gewoon een beetje de bende laten verslonzen. Zodat we inderdaad die unieke gebouwen kunnen unlocken. Deze, bijvoorbeeld deze. Nee, welke was het? Deze. Lazarette Plaza. En hier hebben we ook een paar level 2. We hebben deze al. Fountain of Life and Death. Oké.
Hier Friendly Neighborhood Park. Daar heb je, wat heb je hiervoor nodig? Residential zones, 10.000 squares. En hier heb je public transport met 100 weekly passengers. Dat komt nog wel. Voor nu hebben we iets te vieren, want tadaa, Boomtown. Oké, okay, we kunnen een bus. We hebben transport geunlocked. Level 3, unique buildings en ore specialization. Ook recycling en recreational use hebben we erbij gekregen. En al deze prachtige wegen die we gaan kunnen gebruiken. Inclusief advanced turbines en bus depots. Maar dat zullen we de volgende keer maar even doen. Laat me weten een naam voor dit gedeelte van de stad. Creamytown kan ook nog een andere naam krijgen. Of de Efteling eventueel. Laat me wat leuke namen weten. Ik ben wel benieuwd. Het begint hier al te stikken van het verkeer. We moeten deze rotonde echt keihard upgraden. Maar dat doen we niet nu. Maar de volgende keer bij Creamy TV.